Kiezen voor GroenLinks betekent kiezen voor een groene, sociale en open gemeente. Een groene gemeente omdat wij onvoorwaardelijk kiezen voor duurzaamheid. En dat betekent alle opties openhouden voor energie, zon, wind, warmtenet, aardwarmte, groene daken, noem maar op. Het betekent ook ruimte voor de fiets en voor de voetganger. Wat ons betreft is het in de binnenstad en in de wijken is dan de norm 30 km per uur. En uiteraard veel meer groen in de stad. We kiezen ook voor een sociale gemeente. Dat betekent dat iedereen meedoet, of het nou is met een baan, met vrijwilligerswerk of met scholing. Iedereen telt mee en niemand kiest ervoor om aan de kant te staan. Dat betekent dat wij mensen willen stimuleren om ruimte te zien en ruimte te pakken. En tot slot, een open gemeente betekent veel ruimte voor de burgers om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor onze uitdagingen, in plaats van standpunten in te nemen. En dat betekent ook proberen te begrijpen wat voor een ander belangrijk is. En wat daarbij helpt is ruimte voor kunst en cultuur om je te helpen om met een open mind in onze samenleving te staan. Ja, dankjewel Jan.